Ja, we gaan even officieel openen. We gaan officieel openen. Ja, we gaan officieel openen. En dat doen we natuurlijk met de wethouder Economie en Wijken naast mij, Roos Vermeij. Ja. Transformatiecongres. We gaan het zo hebben over de grote uitdagingen voor Rotterdam. Over de visie vanuit het college van BMW. Jouw rol ook daarin. We hebben afgesproken te tutoyeren, dus dat oefen ik vast een beetje. Jouw rol daarin is ook redelijk nieuw, hè? Want je bent net aangetreden als wethouder. Barbara Katman is gevlogen, die dat enige tijd deed. Die is Kamerlid geworden in Den Haag. Ja. Wat voor positie ben je op terechtgekomen? En hoe is het om in deze tijd als wethouder economie te beginnen in een van de grootste steden van dit land? Nou, allereerst, je springt op een rijdende trein. Dus dat is altijd even. Hè? Dus ik heb ergens ook gezegd, je hebt geen tijd om te dromen of even na te denken. Je zult meteen aan de slag moeten. Je zit in een grote stad, daar gebeurt heel veel. Een prachtige stad, kijk hierachter. En tegelijkertijd zit je midden in een crisis. En dat komt als wethouder economie ook gewoon voluit op jouw eigen boord. Dus vanaf dag één gesprek met ondernemers, met brancheorganisaties, met investeerders. Van hoe trekken we deze stad straks sterker uit die crisis? Om datgene te doen wat goed is voor een mooie woon-, leef- en werkomgeving hier in Rotterdam. Ja, en het was ook wel, want de een zou misschien zeggen, we hebben een hondenbaan in deze periode. Maar jij dacht, nou leuk, daar wil ik wel aan. Ik durf het wel aan. Nou, dit is de mooiste baan. Wethouderschap is in dat opzicht, het is zwaar, er komt veel. Het is ook niet altijd vrienden maken. Mensen willen ook iets van je. Maar tegelijkertijd werken in een stad, direct met mensen en tegelijkertijd met grote vraagstukken. Die combinatie die komt hier samen. Kan ook op heel veel andere plekken overigens ook. Maar daar kon ik geen nee tegen zeggen. Ook al is het wellicht, ik hoop van niet, maar wellicht maar voor een korte periode. Ja. We hebben het vandaag over transformatie. Wat versta jij onder transformeren? Ja, transformatie is verandering. Hè? Dus dat is van het een naar het ander gaan eigenlijk. Als je dat letterlijk vertaalt. Ik zal geen... De oorsprong zit natuurlijk wel in Latijnse termen. Maar het betekent dat je van het een naar het ander gaat. En je ziet, deze stad heeft dat vaker moeten doen. Dus deze stad heeft een wederopbouw gekend die heel zwaar is, recent natuurlijk ook wel weer herdacht. En we zitten nu weer in een soort van nieuwe fase waarin we heel veel andere elementen aan het toevoegen zijn. Waren we al mee bezig? Corona komt daar overheen. Moeten we beetpakken? Moeten we doorgaan? We willen naar een sterk herstel van die economie. Maar je zegt eigenlijk, het zit al een beetje in het Rotterdamse DNA, dat transformeren. We blijven veranderen. We blijven veranderen. We blijven bouwen. We blijven kijken. We blijven kijken van hoe trekken we kwetsbare wijken weer omhoog. Wat gebeurt er in die woningmarkt? Wat gebeurt er in de retail? Hoe gaan we naar vitale winkel, kerngebieden waar verschillende functies samenkomen. Nou, die gedachtes... Ja, je noemt er nu even twee, hè? Dat is niet geheel willekeurig. Nee. Zijn dit ook de belangrijkste vragen en uitdagingen waar de stad op dit moment voor staat, denk jij? Ja, nou, het is in mijn ogen zijn het twee grote vraagstukken. Die pak ik beter. Er zijn er nog vast veel meer. En ik hoop dat andere gasten en mensen in de chat daar ook nog wel aan toevoegen. Toen ik binnenkwam, hebben we afgerond zeg maar een taskforce retail. Waarin eigenlijk ook al een soort van PPS-samenwerking zit met vastgoedeigenaren, met ondernemers en met de gemeente. Om te kijken van nou, wat zou nou een gedeeld toekomstbeeld zijn? En hoe zouden we deze samenwerking, die toch ook wel uniek is, wel ook kunnen voortzetten straks in eigenlijk in gebiedsgerichte aanpakken om te kijken naar vitale gebieden waar je kunt werken, waar ook winkelgebieden zijn en die een wijk heel aangenaam houden. Te meer, we weten, thuiswerken is here to stay. Misschien niet volledig hier in Nederland, dat zal misschien hybride vormen zijn. Maar we gaan gewoon meer aandacht besteden aan dat soort elementen om die stad echt heel erg mooi en leefbaar te houden. Ja, dus functies gaan door elkaar heen functies lopen. Functies gaan door elkaar heen lopen. Dat wordt een gemixt gebied. Ja. Tegelijkertijd zeg je, dat is iets wat we met elkaar moeten doen. Ja. De gemeente kan het niet alleen. Nee, zeker niet. Partijen kunnen dat niet alleen. Nee. Retailers kunnen dat niet alleen. Nee. Wat vraagt dat? En dan gaan we het zo meteen wat uitgebreider nog over hebben. Maar wat voor handreiking doe je daarmee ook naar bijvoorbeeld die vastgoedwereld? Nou, ik wil twee dingen daarover zeggen.
Allereerst de inzet van de gemeente. Dat is niet alleen. Wij trekken ook naar Den Haag. Dit is ook overigens een agenda die op dit moment besproken wordt op verschillende plekken. Want het gaat echt over herstel en vernieuwing. En verschillende steden hebben ook dezelfde vragen en opgaves. Dus we trekken daarmee ook gewoon gezamenlijk op richting Den Haag. Het tweede is in die samenwerking wat daarvoor geldt. En dat is iets wat ik toch wel meeneem uit andere functies die ik heb gehad. En dat is ook wel iets wat... Je bent Kamerlid geweest. Ik heb in de pensioenen gezeten. Je moet je wel een beetje ook in elkaar kunnen verplaatsen. De anderen noemen dat een nieuwe bestuurstijl, iets anders, ik weet het niet. Maar we zullen die samenwerking echt intensief moeten zoeken. Volgens mij is Rotterdam daar sterk in en is daar klaar voor. Dit college vindt dat ongelooflijk belangrijk om daar volop in te zetten. Want we zullen naar een stad moeten die sterk uit die crisis komt. Sterker door strijd is natuurlijk ons motto. En mooie woon-werk-leefgebieden kent. Ja,